Nog een vraag over het WK. Ligt dat nog op jouw lever eigenlijk dat je maar 18 minuten hebt gekregen? Ja. Ja? Ja, echt wel, want ik wou daar mooie dingen doen. En ik heb in de eerste wedstrijd geen minuten gehad. Het is een derde wedstrijd wanneer ik in mocht komen, had ik heel veel honger. En dat is goed, ik ben goed ingevallen en dan, als het dan zo eindigt waar we niet kunnen doorgaan, is dat heel jammer. Want was jij volledig fit om meer te spelen, Jerry? Ja, tuurlijk. Ik ben fit aangekomen. Dus daar lag het niet aan. Want ik ben ingevallen bij de oefenwedstrijd tegen Egypte. 10 minuten of zo. En dat is ook goed verlopen. En daarna heb ik geen minuten gehad. Twee matchen daarna. Ja, ben je daarover een beetje bitter tegenover Martinez? Nee. Ik ben er al over. Nee, daar ben ik al over. Als ik misschien heb gespeeld, is dat misschien omdat ik niet genoeg heb getoond of iets van dat. Kan zijn, hè? Ik weet niet. Maar nee, ik ben daar niet bitter over tegen. Roberto is degene die mij de eerste minuut heeft gegeven toen ik 18 was. Ik kan niet zomaar bitter zijn. Ik ben dankbaar.